Dag kudos advocaten. Hallo. Goedemiddag. Zeg ik het goed? Kudos advocaten? Kudos. Ja. Kudos. Kudos. Ja, en ik ken het woord van internet was het, hè? Als je kudos krijgt, dan krijg je eigenlijk een duimpje, toch? Dat is het daarvan afgeleid, ja? Ja. Ja. En welk adres zijn we? Damplein 3? Ja. Op het hoekje? Nou, ik ben nog nooit in dit pand geweest. Hè. Hier heeft heel veel in gezeten. Ja, daar hadden we het net heel eventjes over. Maar jullie zijn hier sinds 6 jaar gevestigd. Ja, ja, klopt. En jullie zijn ook 3, zeg ik het goed, maten of partners? Hoe noem je dat? Maten, hè? Maten. Ja. En jullie zijn ook de eigenaars van dit bedrijf? Ja, klopt. Ja. En kunnen jullie jezelf even voorstellen? Dan weet jij. Mijn naam is Samantha van der Voorde. En jij? Ik ben Rivke Ravitsen. En jij? En ik ben Evelien Seinenzaal. En jullie hebben allemaal jullie eigen specialiteiten op het gebied van recht? Of hoe ja, dus moet ik dat zien? Samantha en ik komen eigenlijk overeen met strafrecht, jeugdrecht en BOPZ. Evelien heeft haar eigen tak. Ja, ik ben in mijn eentje de familierechtsectie. Ja. Helemaal alleen, maar ja. De familierechtsectie. Ja, ja, ja. Ja. Nou, maar het is wel belangrijk dat iedereen natuurlijk een specialisme heeft. Want ja, waar heb je, want ja, zeg je gewoon klanten of cliënten? Cliënten, dat, ja. Ja, dat klinkt wat officiëler. Ja. Maar lopen die hier ook binnen als in een winkel of hoe werkt dat bij jullie? Als ze dat willen, dan mag. Maar de meeste bellen of mailen. Want onderin hebben jullie inderdaad hè, gewoon een ontvangstruimte met een balie en een medewerker die er zit. Ja. En een vergaderzaaltje. Ja. Maar jullie werken hier gewoon op kantoor, dat is jullie vaste plek. Ja, eigenlijk wel. Ja. We zitten in Terneuzen, hebben ook nog een kantoor, dus daar zitten we ook wel eens. Tenminste, ik sowieso 1 dag in de week en de rest vliegt een beetje in en uit. Want hoeveel mensen werken totaal bij jullie? Met Terneuzen erbij zijn we met 8. Ja, dat is toch. En dat zijn allemaal, waar ik kijk even snel op de website, het zijn allemaal dames, hè? Allemaal leuke dames. Ja, en hoe komt dat zo? Zijn jullie tegen mannen of is dat gewoon zo gelopen per ongeluk? Dat is echt heel toevallig. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat inmiddels ook weinig mannen nog meer willen werken. Ja, ik wil heel graag. Maar sowieso, laten we zeggen, een kantoor voor vrouwen, leidt dat ook vaak tot spanning? Of zijn jullie allemaal heel leuk met elkaar en gezellig? Nooit. En, nee. Zijn echt de leukste club dames van elkaar. Ja? Ja. 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 Nee, het is altijd gezellig. Ja, dat is hele goede dingen. Ja. Ja, en ik zag daar al, weet je wel, over gezelligheid gesproken. Ja. maar jullie zijn niet speciaal allemaal middelburgers. Jij komt van de overkant, van oorsprong? Ja, ja, was in Vlaanderen. En woon je daar nog, of woon je inmiddels wel hier? Nog. Ja. Maar jullie, ik hoorde jullie wel over van alles en nog wat in Middelburg praten. En jullie waren een tijdje terug bij Evers. Wat is dat? Ja, we waren in de uitzending bij de laatste week. Dat was echt superleuk. En wat was daar de reden voor dan? Nou ja, Velde die moest een contract nog hebben. En die zei, Evelien, ik heb een contract. Toen zei ik, oh ja, nee, dat is goed. Als jij zorgt dat we naar Edwin Evers kunnen, dan krijg jij je contract. Dus toen werden we uitgenodigd. Het was echt superleuk. Ja, en daar heb je ook met hem gesproken en alles? Ja, ja, we werden ook geïnterviewd. Ja, en Velde niet echt heel erg met hem. Hoor. Jij dat op die foto daar? Ja, ja, nou ja, dat, we mochten dus ook naar zijn show en toen kon ik niet mee. En toen hebben ze dat plaatje meegenomen en op mijn stoel gezet. Ja. En op allerlei andere plaatsen waarvan ik niet precies meer weet wat. Maar inderdaad, dat ben ik. Hey, maar ik zag net ook nog een lokale ondernemer hangen, maar die is opeens verdwenen. Ja. Ja. Krijg ik nu een rechtszaak aan mijn broek? Ja. Voor smaad en lasten. Ja, dat is vertrouwelijke informatie. Ja, nee. Maar hoe is dat jullie, hier het hoekje van het Damplein, het is altijd een leuk plein geweest, maar er zit wel weer nieuw elan in. We hebben de nieuwe kaaszaken, de slager is hier gaan zitten, we hebben de juf, er is La Presa. Komen jullie ook bij die zaak of jullie vaak lunchen hier en dat soort dingen? Ja, nou ja, we hebben regelmatig maatschapsoverleg en dan proberen we altijd wel een lokale ondernemer uit te kiezen om dat te doen. Dan gaan jullie gewoon heel gezellig de deur uit, ja. Nou, ja, ja. De deur uit, het is natuurlijk gevaarlijk, hè, dat hier tegenover je wonen, ja, dat is best lekkere dingen. Ja, want het, snel mag ik daar even lopen of liggen daar geen documenten die... Nou ja, je kijkt natuurlijk recht tegen de frietzaak aan. Maar je kijkt wel een heel stuk ook over het plein. Ja, dan wint niveau elkaar, dus dan kan je kan je een stuk verder kijken, ja. En jullie kijken natuurlijk ook hier gewoon in de gispoort. Ja, heel gevaarlijk punt. Er gebeuren veel ongelukken. Nou, toevallig was ik hier vorige week. Staat hij dan op die paal? Ik kan hem net niet zien. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dan gaan ze alles even meten en weten, want dat, ik hoorde het inderdaad van de buurtjes ook. Ja, het is wel beter, want ze hebben hier zo nu die ene parkeerplek toen een paar jaar geleden gehaald. En dat scheelt wel. We horen ook alle rondleidingen, dus wij weten inmiddels alles van de keizer die geen keizer was. Ja, maar je hebt daar ook lekker het raam open staan natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, dat is wel fijn. En hebben jullie verder nog iets, jullie zijn lid geworden van de VOM. Nou, meestal zijn het winkels, maar jullie als advocaten zijn natuurlijk ook van harte welkom. Jullie zijn tenslotte ook een onderneming. Ja. Zoeken jullie nog medewerkers of juist niet? Nee. Of, nee. Jullie zijn gewoon heel tevreden? We moeten nog een bureau ergens realiseren voor iemand anders.
moeten wij binnen nu in de maand doen. Ja. En jullie zijn eigenlijk gewoon lid geworden van de VOM uit betrokkenheid bij het Middelburg. Is dat, ja, is dat een goede... Ja, ja. Ik vond het op Facebook en het zag er gewoon leuk uit. En nou. Het is ook Middelburg, dus waarom niet? Ja, nou, hartstikke leuk. Jij bent de vierde dame, jij zit beneden. Maar wie ben jij? De Valerie, ik ben juridisch medewerker, vooral van Evelienland. En als het goed is, start ik ook het advocaat. Ja? Ja. Ja, maar dat las ik op de site ook wel. Jullie zijn allemaal wel een soort op die manier begonnen. Of ga ik dat kort door de bocht? Nee, ja, dat moet ook. Het is stagiaire zijn voordat je advocaat kan worden. 3 jaar. Ja. Dus, ja. Maar nu, je bent dan meer dan een telefoniste eigenlijk. Ja. Ik val even in, omdat Petra en Nicole, die zijn er niet vandaag. Maar moet ik dat dan zien? Jij bent dan de eerste lijn voor juridische vragen. Jij weet dan naar wie je moet doorverwijzen of zo. Hoe gaat dat dan? Normaal zitten de secretaresses hier. Dan zit ik ook boven bij de rest. Ah, oké. Okay. Maar ja, vandaag is er niemand, dus dan doe ik het. Ja, verder. En dan verbind ik ze door, hè. En ben jij klaar met studeren of ben je nog bezig? Ik ben klaar, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan wens ik je veel succes en dan zien we jou. Je neemt gewoon langzaam die tent over hier. Ja, als wel.